Op de Kennemerstraatweg in Heiloo is zaterdagavond een vrouw hard ten val gekomen met haar scooter. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Een agent dacht dat ze met haar voorwiel een stoeprand heeft geraakt en hierbij hard ten val is gekomen. Een medewerkster van de thuiszorg die voorbij reed, heeft zich om het slachtoffer bekommerd tot de ambulance er was. Ze is vervolgens nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.